Adriaan Coorte, misschien wel de meest mysterieuze schilder van de 17e eeuw. We weten niets van de man, behalve dat hij uit Zeeland kwam. En dat hij de meest waanzinnige techniek had. Hij schilderde iets heel alledaags op zo'n fantastische manier. Maar wat was dit voor een man? En hoe kwam hij tot zijn geweldige, sobere schilderijen? Wij gaan een reconstructie maken van zijn stilleven met asperges uit 1697. Coorte is in zekere zin de Vermeer van de stillevens. Het is een enorme eenvoud, straalt hij uit. En ja, hij hoort bij de grote meesters van de 17e eeuw. Terwijl het toch zulke kleine schilderijtjes zijn die zo bescheiden geschilderd zijn. Wauw. Je ziet dat ze sappig zijn en net geplukt zijn. En dat is iets wat ik zo knap vind, dat een schilder dat kan weergeven. Ik denk wel dat het wit hier ook een beetje transparanter is geworden. Nou ja, vooral hier natuurlijk, daar is het gewoon bijna weg, die verf. Ja. Daar komt de ondergrond er helemaal doorheen. Ja, de uitdaging is hier die transparantie. Hoe ga jij het schilderen en hoe krijgen we het voor elkaar dat die een beetje overeenkomt met het origineel nu? Nou ja, dat is een lastig punt. Want ik wil natuurlijk eigenlijk maken zoals het was in de 17e eeuw. Maar we gaan het naast elkaar hangen. Dus ik moet er wel iets mee doen. In verf zitten pigmenten en bindmiddel. Dat bindmiddel dat bestaat uit olie, dus daar komen we allerlei vetzuren tegen. Die vetzuren die reageren met loodwit. Dat geeft loodzeep. Die zijn ook wit, net als het loodwit zelf, maar zijn veel transparanter. De verf wordt in de loop van de tijd een stuk transparanter. Degene die alles van loodzepen af weet is Katrien Keunen van de Universiteit van Amsterdam. Zij is echt internationaal specialist op dat gebied. En zij gaat ons helpen om te kijken in hoeverre we die verouderde verf zelf zouden kunnen gaan maken, zodat Charlotte daarmee kan gaan schilderen. Wow, je ziet het gewoon. Je ziet het gewoon. Ongelooflijk. De asperges zijn geschilderd met loodwit. Aan dit pigment zullen de loodzepen worden toegevoegd. Het is ontzettend giftig, loodwit. Het gaat onder andere in je botten zitten, maar ook in je zenuwstelsel. Hier bij het potje loodzepen, wat we net gemaakt hebben. Wit poedertje. Joris en Katrien gaan onderzoeken hoeveel loodzepen er toegevoegd moeten worden aan het loodwit, om de juiste transparantie te krijgen. Nou, dit dekt al heel goed. Dat is behoorlijk dekkend. Ik denk dat het goed is dat we proberen om te kijken hoe ziet een mengsel eruit. Ja. Dus laten we even 50-50 procent mengen. Het past toch mooi perfect? Dit is heel gaaf. Meest dekkend, meest transparant en hier heb je de tussenvorm. Dit is echt helemaal wat Charlotte nodig heeft. Dus doe mij maar een potje loodzeep.